Sjallen is er. Ik vind dat echt erg. De stock sale. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal, doe het dan nu. Want dat vinden we super leuk als jullie dat doen. Ik ben wakker van 8 uur. Mijn plan om vroeg op te staan is deze week al goed begonnen. Ik ben kei fier op mezelf. Allee, vroeger. En ik ga nu naar de fitness, dus 9:15. Ik ben nog nooit zo vroeg naar de fitness geweest. But I can do it, hè. Ik voel het niet echt. Ik heb niet echt heel veel goesting om te gaan. Ik voel me best moe. Maar het zal wel lukken. Mijn lippen zien nog altijd goed rood. Ik heb mascara op en mijn wenkbrauwen gedaan. Want ik doe schmink op als ik naar de fitness ga. Allee, ik doe ook mijn wenkbrauwen, mascara en een klein beetje concealer. Als dat nodig is. En dat was nodig deze morgen. Ik heb mijn pre-workout al genomen. En nu is het tijd om te vertrekken. Let's go. Ik zie jullie als ik terug ben. Ik ben terug van de fitness. En ik heb heel snel gegeten. Oh, mijn chocosh. Even pakken. En ik ga nu vertrekken naar de nagels. Dag schatjes. Oh, is Sheldon er wel? Of is Sheldon nu opgespoten? Oké, nee. Sheldon is er. En nee, Milky, blijf maar mooi, hè? Tot straks, hè, lieveke. Daarna rij ik door naar kantoor nog. Dus voor onze closet sale, onze stock sale bedoel ik, moeten we nog wat dingen doen. En dan deze avond heb ik nog afgesproken met Freya om sushi te gaan eten. Oké, nu eerst richting Harper's Nails & Beauty voor mijn nagels. Ik ga ze al laten zien voor. Dit zijn ze nu. Ja, zoals jullie weten, ik heb hele kromme en verrimpelde vingers. Maar mijn nagels zijn echt heel fel uitgegroeid. En ik denk dat ik voor de kleur lichtblauw ga. Ik ben nog niet zeker. But we will see. En jullie zien zelfs ook mijn nagels. Ik ben ondertussen al een hele tijd op kantoor. Het is 5:00. Daar is Celine. Hi. We zijn alles in orde aan het maken voor de stock sale. Zoals je ziet hier al die rekjes. En dan moeten we nog nieuwe collectie doen en zo. Maar dat lukt nog wel. We hebben nog 3 volledige dagen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ja. 3 dagen. Ja, maar ja, pas om 7, hè. Dus tot 5 of zo zullen we nog wel tijd hebben. Dit zijn trouwens mijn nagels. Dus licht blauw en een heel stuk korter en geen uitgroei. Dat oogt al direct veel mooier. Ik ga nu foto's maken van nog een paar dingen die we online gaan zetten. Zoals de Love Hate slippertjes die ik al in mijn video van gisteren had laten zien. Die gaan toch online komen. En dan nog sneakers gaan ook online komen. Maar op totally2.com kunnen jullie alles vinden. Hallo, ik ben terug. Ik was met Freya sushi gaan eten. Ik heb 1 beeldje gefilmd met mijn gsm. Ik was mijn camera aan de auto vergeten. Ai. Maar dat beeldje hebben jullie normaal gezien. Het was heel gezellig om nog eens bij te babbelen met Freya. Maar, dus we zijn eventjes gaan zitten. Van een serieuze gesprekje met jullie. Ja, inderdaad. Hey, we hoorden vandaag op het nieuws dat er een broodfakker is veroordeeld tot celstraf. Ja. En we wouden toch even melden van mensen koop nooit bij een broodvakker. Uit persoonlijke ervaring. Uit persoonlijke ervaring. Ja. Want we hebben 2 katjes van een broodvak. 2 van de 3, hè? Ja, Milky en Muffin zijn allebei van een broodvak. Van Muffin kennen jullie het verhaal wel. Milky, wij houden heel graag een katje.
We wisten niks over broodvak en al die toestanden. Ja, en we wilden gewoon een katje. We wilden heel graag een kat. Nee. Een witte, pluizige. Ja. Ik heel graag. Dus we hadden op internet van alles opgezocht. Hadden een broodvak kennel gevonden. Allee, een kennel gewoon gevonden. Dus zijn we daar naartoe gereden. En die dag zelf hadden we een kat. Maar, little did we know, dat dat wel een broodvakkerij was eigenlijk. En dat Milky de dag daarna strontziek was. Amai, nog niet. Strontziek, dat die paar dagen bij de dierenarts moeten blijven. Mm-hmm. Want het was kritiek. En ja. Het heeft even aan een zijde draadje gehangen. Allee, we dachten toch dat het... Wij dachten toch wel dat, dat we die Milky gingen verliezen, ja, niet meer terug naar huis ging komen. Terwijl we die pas traantjes gevloeid, hè? Hadden. Ja, amai. Dat vond ik heel erg. Ik had eindelijk een kat. En dan was hij zo ziek. En de dierenarts zei ook van, ja, ik heb die van bij een broodvakker. En ik zei ook, gisteren was die helemaal niet zo. En die zei van, ja, die krijgen daar suikerwater, cortisone spuiten, om er levendig uit te zien. Al die hondjes die daar zo zitten aan dat glas. En die... Ja, die zijn kei blij en happy en zo, die hondjes. Krijg en ook die... suikerwater. Ja, en die katjes. Hier zit suiker in. En die katjes, die waren toch ook allemaal aan het miauwen en zo. Ja. En die waren allemaal zo blij. Mm-hmm. Maar dat is allemaal schijn, hè. Allemaal schijn. En ja, Muffin, dat wist ik via iemand eigenlijk dat die ziek was en zo. En dat die daar zat. Die ben ik dan ook wel gewoon gaan weghalen. Daar heb ik niet voor betaald. Dus dan heb ik de broodvak niet gesponsord. Want toen hadden wij onze research al gedaan. Ja. Na Milky dachten wij van, we moeten toch eens opzoeken wat dat allemaal is. Toen hebben we dingen gelezen dat we dachten, shit. Damn. Daar hebben wij ons geld aan gegeven eigenlijk. Echt erg. Ja. Want onze Muffin en Milky allebei zijn ook van Tsjechië. Dus die zijn geïmporteerd. Ja. En die moeders eigenlijk, die kweken daar eigenlijk zot. En die zitten in zo'n kooike 24 op 24. Dat is wat ik heb gelezen en heb gezien op video's op YouTube en zo. Maar het schijnt gaat dat er wel zo aan toe. Zo is er wel een wereld, hè? En zo worden die katten ook maar gewoon geïmporteerd. Yep. En voor hun kost dat dan €50 of zo. Ja, nog niet. En nog niet, inderdaad. En voor ons, ja, Milky hebben we €850 betaald. Weet je dat nog? Dat was 850. Ja, 850. Maar ik dacht 750 nee. Of zoiets. Ja, ja dan nog, dat is nog, nog veel. Maar het was 850. Dan waren die nog zo ziek, allebei. Muffin heb ik dan zo weg gaan halen. Mm. Heb ik echt bijna mijn broek gepiest van de schrik. Maar ik heb het gedaan. En ik heb die ook meegekregen uiteindelijk. En die man zei toch van, morgen is hij dood. En ik dacht, ja, zullen we nog wel zien. En Muffin heeft mij uiteindelijk echt pakken vol geld gekost. Echt niet normaal. Ik heb er zoveel geld aan gegeven. Om bij dierenartsen, dierenhospitalen, zelfs de universiteit in Luik is Muffin naartoe geweest en zo. Om dan uiteindelijk te weten dat die, ja, door kapot te kweken, gewoon dit allemaal in zijn neus en de sinussen en alles niet meer heeft. Dus voor eeuwig die ziekte gaat meedragen. Ja. Zielig, hè? Ja, heel zielig. Maar we willen gewoon even melden dat je daarop moet letten en dat je een huisdier niet zomaar moet kopen als een accessoire. Dat, bedoel, dat is een soort van je kindje waar je voor moet zorgen. En waar je een goede beslissing moet nemen, dat je die op de juiste plaats koopt, dat dat de juiste beest is met de juiste verzorging, de juiste achtergrond. En kijk gewoon van waar dat die komt. Dat is wel echt heel belangrijk. Want ik denk wel, een diertje uit het broodvak heeft veel meer kans om ziek te worden. Oké, je kunt daar ook wel eens geluk mee hebben. Want er zijn er ook veel die kopen en die een dier niks aan de hand heeft. We hebben nu 2 keer een ziek beest gehad. Die diertjes zien echt af. Die moeders en vaders die moeten niks anders doen als poepen gelijk konijnen. Dat is echt heel zielig. Dat is echt zielig en dat is echt dierenmishandeling, vind ik. Dus daarom, ik ben ook wel, was ook heel blij dat ik hoorde op het nieuws deze middag dat er een broodvakker, dat is een primeur in België, dat hij een celstraf krijgt. Hij is wel voortvluchtig, zeiden ze op de radio. Maar
dat vind ik wel goed, dat er meer en meer echt zo wordt opgetreden voor ook dierenmishandeling. Ja, ik hoor dat tegenwoordig ook wat er allemaal met ons vlees gebeurt en zo. Dan denk ik in mijn eigen, komaan, waar gaat dat naartoe eigenlijk? Mm. Ook wat er met de varkens gebeurt, hoe die mishandeld worden. Dan, ik wil dat dan gewoon al niet meer eten. Nee, want tegenwoordig is er ook zoveel kans om dat in beeld te brengen en mensen ontdekken dat meer en meer. En met social media en alles en alle camera's die we hebben overal op onze gsm's, nu komt alles uit en dat vind ik wel heel goed. Want dieren hebben ook gevoelens, hè. Ja, en ook die diertjes daar in de broodvak. Milky is ook echt heel bang. Die heeft een trauma van in de auto ooit te zitten daar toen. Dat weet ik. Sheldon. Wat? Waar is die? Daar op een zetel. En ik zie die zo. En zo. Zeg zo laten vallen. Zo recht in mijn beeld. Oh, dat was grappig. Oh, sorry. Dat was even heel grappig. Even tussendoor. Ja. Dus, ja. Maar ik vind het goed dat er in België echt goed wordt opgetreden voor ook dierenleed. Want dieren hebben misschien geen stem, maar dieren hebben ook rechten, vind ik. Goed gezegd. Ja. En dus, koop nooit bij een broodvak. Informeer u eerst voor je een katje of een hondje gaat kopen. En hoe je een broodvakkerij kunt herkennen is... Een erkende kweker heeft meestal maar één ras, maximum twee rassen. Zijn er meer dan twee rassen, als je dan voor een raskat of een rashond gaat natuurlijk, dan is het een broodvak. Dus heeft die pak met honden, labrador, chihuahuas, mopshonden, Franse bulldogs of zo. Dan weet je, oké, dat kan niet. Zoveel rassen kun je niet kweken, dan is dat geen... dat mag ook niet. Dat mag niet. Dat is niet toegestaan, dat is broodvak. Een erkende fokker die kweekt ook maar één of twee nestjes per jaar. Mm-hmm. Die heeft niet constant nieuwe puppies of nieuwe kittens of zo. Ja, dat is niet gelijk. Snoepwinkel zo, maar alles maar licht zo klaar. En zoals een broodvak, dat is daar allemaal klaar. En dat kun je gewoon maar gaan pakken en dezelfde dag meenemen. Ja. Nog een punt is heel belangrijk dat jij, of dat het dier wat je koopt, dat altijd een paspoort mee heeft. Als het een ras is, ook als weer. Ras is, want als je nu een straatkat van iemand krijgt, ik weet niet, er wordt meestal niet voor betaald, maar ook al of 5 of 20 euro of zo, weet ik veel. Dat heeft geen paspoort natuurlijk. Nee, als je een rasdier koopt, heb je een geldig paspoort. Mm-hmm. Dat je weet dat die van de juiste plek komt, dat dat niet en dan kun je alles goed bekijken, want onze katten hebben allebei een paspoort van Tsjechië. En ook helemaal het Tsjechisch. Dus ik kan dat niet lezen. Die praten op Tsjechisch, we verstaan die nog altijd niet. Hè. Nee. Dan ben ik al 4 jaar aan het oefenen en ik heb ze nog altijd niet. Ja, ik zeg ook altijd tegen Milky, maar van Tjamlamla. Is dat Tsjechisch? Nee. Maar ja, we verstaan elkaar eigenlijk niet. En dan nog iets waar je een broodvakker aan kunt herkennen. Wat bij een broodvakker niet is, is dat je de moeder niet kunt zien. Want bij een nestje, bijvoorbeeld bij Sheldon, dan de moeder en de vader waren daar, de zus was daar. Je moet ook altijd de moeder kunnen zien. Bij een kweker, erkende kweker, is de moeder altijd aanwezig. Mm-hmm. Tenzij dat zo'n... uitgeleende is, hoe noemt je dat weer? Een dekkater kunt je zo huren of zo, maar dat is meestal het mannetje wat gehuurd wordt. Maar dat kan ook, maar dat weten ze altijd allemaal te vertellen. En dan nog een punt is, bij een broodvak worden de diertjes niet in een gezinnetje grootgebracht en bij een erkende kweker wel. Dat is ook heel belangrijk als je je kitten of je puppy gaat bezoeken of voor het eerst gaat kijken dat die in een huiselijke sfeer zit met zijn broertjes en zusjes als die er zijn, de ouders die er zijn en dat die gewoon in huis worden grootgebracht of aan het huis, maar niet in kennels en garages die ik weet niet hoe lang zijn, maar ik weet niet hoeveel hondjes of katjes zitten.
Nee. Daar moet je gewoon goed op letten. En je moet er inderdaad langer op wachten. Maar ze zijn gezonder. Je steunt niet vuile praktijken van broodvak. En je weet dat je een goed diertje hebt wat geen trauma's heeft, wat niet bang is, wat... Allee. Dat is allemaal heel belangrijk, hè? Neem je tijd als je zoiets doet. Ja. Als je die beslissing neemt, zoek dan in de juiste plek om die te kopen. Ja. En wat ik nu weet... Sorry, zeg maar. Ja, stem rustig af met de mensen of ga eens kijken dat de juiste katje is, dat die in de juiste omgeving zit. Neem je tijd ervoor, doe dat niet op vandaag of morgen. Nee, want als ik nu weet wat ik nu allemaal weet over zo'n broodvakkerij en hoe die diertjes afzien en als die er een beetje te ziek uitzien, zoals Muffin, dan worden die gewoon weggestoken en dan sterf maar. Of als je een berichtje stuurt dat je kat ziek is, dan zeggen ze breng die maar terug en smijten die met de kop op de steen en je mocht een nieuwe kiezen. En zo'n dingen. Dat is gewoon niet oké. En dan denk ik, dat is echt zielig. En dan denk ik, dan had ik wel liever 2 maanden gewacht op mijn kat. Of zelfs een half jaar gewacht. En als je dan bij Sheldon keek, daar hebben we geen problemen mee gehad. Nee, oké, Sheldon is misschien wel een beetje dorky en stupid. Maar nee, is niet waar. Dat is niet waar. Arme Shelly, is niet waar. Shelly is niet waar. Niet waar, Sheldon. Nee. Nee, maar weet je, daar hebben we nooit problemen mee gehad. En die is gezond en die is goed. En dat is toch ook wel belangrijk. En die mensen kunnen we nog altijd contacteren. Hè? Ja. Als er nu iets is, kan ik die een berichtje sturen. Die staan nog altijd klaar om ons te helpen. Ja, maar bij een broodvak, je koopt die. En daarna, ja, staan nu, hè. Dus, ja, dat was gewoon onze gouden raad, hè. Ja. En onze ervaring ermee. En ja, gewoon. Ik weet niet, ik ben er echt nu wel echt fel op tegen. Zo. Ja, zeker. Dat zijn geen mooie praktijken. Dat zou beter gekend moeten zijn in de samenleving. Ja, en je kunt op Google lijsten vinden met broodvakkers en zo. Die vindt hij er allemaal. We willen niet iedereen zwart maken, maar ja. Of niet iedereen doet dat met slechte bedoelingen, maar toch, dat is niet de juiste manier om zoiets te doen. Nee, maar de meesten doen dat voor geld, hè. Dat is snel verdiend, hè. En dat mag niet je insteek zijn. Je koopt in voor 50 euro en je verkoopt voor 800 euro of zo. Maar dat zijn dieren, hè. Ja. Doe dat dan met kleding of met zonnebrillen of met hoeden, weet ik veel. Maar niet met dieren. Nee, dat is waar. Dat is keizielig. Ik vind dat echt erg. Ik ga dan wenen. Niet wenen. Nee, ik ga niet wenen. Niet wenen. Maar we hebben toch wel 3 super schattige dikzakken. 2 van de broodvak en 1 niet, maar het zijn echt wel schatjes. Het zijn alle 3 schatjes. Dus ja, we mogen niet klagen, hè. Dik buikje. Dikke penske. Dikke penske, joh. Dikke penske, joh. Schatjes toch. Maar we moesten dat toch even zeggen. We moesten even kwijnen. Ja. Oh, het is 10:10. 10:10. We moeten gaan slapen. Oké, als jullie ervaringen hebben met broodvak of zo van die dingen, of daar een mening over hebben die anders is dan ons, of hetzelfde, of weet ik veel, laat het ons weten in de comments. We zijn benieuwd om het te lezen. Dit is natuurlijk ook gewoon echt onze persoonlijke mening en de kennis die wij daarvan hebben en onze ervaring. Mm. Voor iemand anders gaat dat waarschijnlijk anders zijn of zo. Dus dat is gewoon wat wij vinden, wat wij delen en wat wij hebben meegemaakt. Yep. Dus niet persoonlijk nemen of zo. Het is gewoon wat wij ervan vinden en iedereen mag zijn eigen mening hebben. Oké, wij gaan slapen. Dus zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En wij zien jullie morgen.